Ongelooflijk. Dat je de juiste tone of voice gevonden hebt. Als heel heftig en hardstyle en vet en groots en knallen. Dit voelt echt als tijden geleden, terwijl het nog maar een paar maanden is. Maar goed nieuws, een nieuw seizoen Revue de Voix begint vanaf nu. En we gaan het hebben over het inspreken van televisieprogramma's. In deze aflevering ga ik onder andere kijken hoe moeilijk het is om een voice-over van een televisieprogramma te doen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee. En dus iedereen die naar dit programma kijkt, die heeft hier een oordeel over. Ja. En die vindt iets. Ja. Het mooie is als de voice-over dat oordeel triggert. Is een van de bekendste reality-tv-stemmen onze vriend uit het vak? Bastiaan loopt naar zijn auto, maar had hij niet wat anders aan moeten trekken vandaag? En beoordeelt Barnier natuurlijk weer jouw inzending. Moet lachen, zeg maar, om zo'n scheten grap. Welkom bij Revue de Voix. De kans is heel groot dat als je ooit tv gekeken hebt, je onze vriend uit het vak gehoord hebt. Rini van den Elsen, hij is al meer dan 25 jaar voice-over en stemacteur. En waar kunnen we jou allemaal van kennen? Ja, niet van beeld. Nee. Dat is heel fijn. Een hoge uitzondering. Ja, dit is nou ja, wel een soort hoge uitzondering, want ik ben er niet zoveel erg van. Maar waar moet je mij van kennen? Ja, van televisieprogramma's voornamelijk, waarin ik de voice-over doe. Daarnaast natuurlijk heel veel reclames op radio en tv. En het stemmenwerk op allerlei gebieden eigenlijk en allerlei disciplines. En deze aflevering van Revue de Voix die gaat over het inspreken van realityprogramma's. Want daar ben jij een van de meest bekende stemmen in. Ja. Een klein stukje insight hoe we dit programma aan het voorbereiden waren. Zei ik tegen Barnier, ik wil graag de stem van Geer en Goor hebben. Want dat is een stem die me eigenlijk altijd bij is gebleven. En dat ben jij. Wordt ook gewoon nagedaan door Jochem Meijer onder andere. Oh, echt, ja? Ja, zeker. In zijn laatste theatershow Adem In, Adem Uit geeft hij wat imitaties, waar onder andere de stem van Geer en Goor zit, zeg maar. En de hele zaal herkent het ook. Maar wat is het opvallende aan jou? Ja, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, ik ben begonnen met Booby Trap op televisie. Dat was een imitatie van mij, zeg maar. Daarin imiteerde ik eigenlijk de stem van Cor Gales. Dat was een oudere stem van de VPRO Radio. En die sloot zondagsavonds, meen ik me te herinneren, altijd de dag af met een beschouwend stukje. En die man had een heel markant stemgeluid. Dit is de VPRO. Het was vandaag een bijzondere dag. Ja, en dan vertelde die man met die stem een verhaal. En vond het zo fascinerend. Ik heb toen bij Multivoice in die tijd een stemtest gedaan. En daar deed ik ook een stukje Cor Gales. En een week later werd dat bureau benaderd door Veronica, omdat ze Cor Gales wilde hebben voor dat programma. Lekker rauwe, cynische stem. Maar ja, die man was 80 of zo, geloof ik. En die zei, nee, Veronica, nee. Veronica, sorry, maar ik ben van de VPRO, dus dat doen we niet. En toen hebben ze op een gegeven moment aan mij gevraagd, wil jij dat doen? En dus ik zat daar eigenlijk, dit is Booby Trap. Ik zat eigenlijk zijn stem een beetje na te doen, omdat dat gewenst was. Je wordt dan gevraagd op basis van een imitatie voor een programma. Dat was voor John de Mol producties destijds. Ja, die gaan, en daarna heb ik heel veel voor John de Mol eigenlijk gedaan. Dus daar kwam op een gegeven moment, kwam in 2004 meen ik, of 2005... het programma Joling en Gordon over de vloer. En ja, dan wordt er automatisch groep. Ja, dat moet Rini doen dan. En waarom moest jij dat doen? Ja, nou ja, ik heb wel ook wel het geluk. Dat heeft John me ook wel eens meerdere keren verteld. Dat John fan is van mij. Ja, je kan het slechte treffen in de media. Ja, hij heeft mij wel eens tegen mij gezegd. Jij kan iets zeggen tegen iemand wat best misschien beledigend is, zonder op je bek geslagen te worden. En hoe belangrijk is een stem voor zo'n realityprogramma? Kun je het maken of breken, een programma? Ja, dat denk ik wel. Maar het belang is ook weer niet dat je het, denk ik, me heel erg moet overschatten. Het is wel belangrijk op een moment dat het belangrijk wordt gemaakt. Maar er zijn natuurlijk ook programma's waar een voice-over eigenlijk nauwelijks opvalt. Omdat die low profile is en gewoon informatief. Ja. De volgende dag is aangebroken. En we zien Bastiaan naar zijn auto lopen.
dat is dan heel informatief. En op het moment dat ik als de teksten cynisch geschreven worden en het programma daar ook om vraagt, dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Want hoe zou deze zin dan zijn als het cynisch moet zijn? Bastiaan loopt naar Zoutho, maar had hij niet wat anders aan moeten trekken vandaag of zo? Weet je wel, ik noem maar wat. Dus maar je moet ook weer uitkijken. We moeten Bastiaan ook niet voor lul zetten, want dat is mijn intentie nooit in een programma. Ik ga er altijd vanuit, als mensen voor paal staan, dan doen ze dat meestal zelf. En dat is ook goed, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. En ik ga daar nooit overheen. En ben zelfs eerder geneigd om daar de rem op te trappen. Om dan mee te gaan. En daar zit misschien ook een stukje kracht van mijn werk. Dat ik wel heel erg bewaak waarmee ik bezig ben. En niet zomaar alles roep. En vaak word ik ook wel gevraagd, heb ik wel eens gemerkt voor een programma, dat ze zeiden, we nemen Rini, want dan wordt het leuk. En dacht, ja, maar zo, dat is niet helemaal, dat is niet, zo werkt het ook niet. Nee. Want Rini kan alleen leuk zijn als het hele programma leuk is. En je moet niet van mij verwachten dat ik de hele kar trek. Dat kan ook niet. Wat dat betreft. Ja, ja, want je hebt hier een paar fragmenten. Laten we eens luisteren naar een aantal. Ja, dat is goed. Dan ga ik eens wat aanzetten. Ja. Dit is uit Brit en Imke in Blanes, wat op RTL 5 ooit is uitgezonden. Op weg naar de camping hoort Brit opeens haar lievelingsnummer. Zo mooi! Kom maar even dansen met die oude mensen! Maar wat je dus hoort is dat je eigenlijk toepraat naar een moment. In reality ben je eigenlijk degene die de kijker aan het handje neemt, mm-hmm, door het programma heen. Van kom, we gaan hier rechtsaf, want dan zie je dat ze daar de auto in staan te laden. En ze staan de auto in te laden omdat ze boodschappen hebben gedaan. Weet je nog, want het is de volgende dag. Dus het is altijd de mensen een idee geven, waar zitten we in de reality? Dus vandaar dat je ook vaak een shot hebt dat je een maan ziet. Of dat je het donker ziet worden. Omdat je dan als kijker een beseffen van, oh, we zijn weer een dag verder in het proces. In de categorie Wat u nog niet zag, zijn dit de gelukzaligste momenten tussen Geer en Goor. Ik heb er ook geen zin in. Ja, dat is een heel andere energie dan bijvoorbeeld een programma wat ik recent heb gemaakt in coronatijd. Van een afstandje is het misschien moeilijk om te beseffen wat zorgmedewerkers in heel Nederland meemaken. Herman laat deze unieke kans om dit met eigen ogen te zien dan ook niet aan zich voorbij gaan. Dat is zeg maar de toon waarin je meegaat in het drama van wat je ziet. Dus ja, op het moment dat de slingers worden opgehangen, dan ga ik mee met de slingers ophangen in mijn energie. En op het moment dat er iemand ter aarde wordt besteld, om het maar even heel erg zwart-wit te stellen, dan ga je daar ook in mee, zeg maar, in die toon. En welke tips heb je voor, ik zie zelfs op je bureau een John de Mol mok staan. John de Mol producties. Die was je ooit kwijt, John, maar ik heb hem. Dus sorry. Gewoon gejat van de mol. Nou nee, ik jat nooit wat. Dus dat heb ik ongetwijfeld wel gevraagd of ik die mee mocht nemen. Geleend zonder te vragen? Nee, zeker niet. Nee, echt niet. Nee, dat kan je niet maken. Dus, Nee, maar stel, de kijkers van Revue de Voir, dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het stemmenvak. Mensen, ja, die dit ook wellicht zouden willen doen. Wat voor tip heb je voor ze als ze een tv-programma zouden gaan inspreken? Nou ja, luister goed naar de energie van het programma. Wat is het? Voordat ik begon met dit werk, zeg maar, en het idee had dat ik het wel kon of zou kunnen. Ik zat gewoon elke dag een uur, zette ik teletext op en dan ging ik gewoon lezen wat er stond. En dan nam ik het op en ging het terugluisteren. En dacht, ja, dat klinkt helemaal niet goed. Dat klinkt niet geloofwaardig. Het moet wat meer naturel klinken. Dus je moet ten eerste weten hoe je klinkt en ten tweede hoe je dat ontwikkelt naar een niveau wat voor heel veel mensen prettig is, waardoor je dus ook gevraagd gaat worden. Dus eigenlijk de tip is nu, ga teletext opzetten, ga heel veel oefenen, totdat je denkt, teletext hoeft natuurlijk niet meer. Ik heb het natuurlijk over 30 jaar geleden. Twitter. Weet je wel. Ja, maakt niet uit wat je leest, gaat het niet om, maar ga verhaaltjes lezen. Ga gewoon desnoods, als je het, neem een tv-programma op, knip de voice-over eruit, schrijf de teksten over en spreek het opnieuw in.
Deze aflevering van Revue de Voix gaat over het inspreken van televisieprogramma's. Hoe doe je dat nou precies? En ik zit hier met de goeroe van stemacteren, de grote baas, Barnier. Die weet namelijk alles. Tenminste, zoals mij verteld toen ik binnenkwam hier. Waar gaat het over bij televisieprogramma's inspreken? Hoe gaat dat precies? Nou ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van het soort televisieprogramma dat je inspreekt. Je hebt natuurlijk programmamateriaal voor documentaires. Je hebt commentaartekstprogramma's, dus denk aan een programma als RTL Boulevard. Of je hebt reality shows. Er is heel veel verschillend materiaal dat je zeg maar kunt inspreken. En die heeft ook een hele eigen benaderingswijze zeg maar nodig. En ik ben wat dat betreft een leek hierin. Ik heb eigenlijk nog nooit iets ingesproken voor een tv-programma. Waar moet ik op letten zo? Want je hebt het over tijdcode, over beeld, over... Dat klinkt als heel veel tegelijk. Ja, je hebt dus een paar verschillende dingen waar je op moet letten. Je hebt technische aspecten waar je op moet letten. Namelijk zorgen dat jij inspreekt op precies het juiste moment. Het hangt een beetje vanaf waar het televisieprogramma gemaakt is. Sommige tv-programma's worden in het buitenland gedraaid. En daar wordt dan een Nederlandse voice-over overheen gezet. Als dat het geval is, dan heb je niet ongelimiteerde tijd om een tekst in te spreken. Dus er moet iets passen binnen de tijd die daarvoor bepaald is. Dus dat technische aspect heb je. Hè, zorgen dat je goed op beeld inspreekt. En we moeten natuurlijk ook erop letten dat de tone of voice van wat jij neerzet ook echt past bij het programma. Hè, er is een heel groot verschil tussen een reality programma en een programma als Ik Vertrek. Ik noem maar iets. Hè. Dus dat zijn twee dingen waar ik nu op ga letten. Dus het technische aspect, kun je het goed inspreken in de tijd die ervoor staat. En het tweede element is, past het ook qua sfeer? Wordt het programma er lekkerder van? Voegt het iets toe? Of haalt het juist iets weg van de beelden? Laten we het gewoon gaan proberen. Ja, laten we het eens doen. Dan ga ik naar de studio toe. Alright, Barnier is de laatste ding aan het testen. Ik loop nu naar de studio toe. Waar ik hier dus op het beeld al de tijdcode zie. Een scherm hangt er, microfoon. Ik doe de deur dicht. De straten lijken te huilen. Kijk, ben je er klaar voor, Bas? Ik hoor jou nog niet. Ja, vergeet je koptelefoon niet. Hey, Bas, hallo. De koptelefoon staat op. Helemaal goed. Ben je al zenuwachtig? Ja, ik vind dit wel spannend, moet je zeggen. Dit is spannend, hè? Jij kijkt naar een scherm. Ja. In dat scherm zie jij onderin en bovenin een tijdcode. Mm-hmm. Als ik nou een beetje verspring in de tijd, dan zie je dat er nu 20 framepjes onder in beeld staat. En we staan nu op 1 uur en 20 beeldjes. Nu staan we op 1 uur, 2 seconden en 12 beeldjes. Ja. Enzovoort, enzovoort. Dingetje is dat hier in de film begint de tekst vrijwel meteen op 0 seconden. Dat is even spannend. Ja. We starten dus op 0 seconden. En dat gaat waarschijnlijk niet meteen lukken. Want dan druk ik op record en dan moet je al meteen praten. Dus ik schuif jouw eerste stukje een beetje terug naar voren. Okay. Zullen we gewoon eens een keertje wat proberen? Eens kijken hoe dat gaat. Normaal als je in de studio staat, heb je de tekst dan al van tevoren gezien? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Je krijgt niet altijd de tekst van tevoren. Heel vaak zelfs niet. Dus je moet ook echt gewoon ter plekke besluiten van, oké, wat is dit? Wat doe ik hiermee? Bij dit soort televisieprogramma's zit er wel altijd een regisseur bij. Okay. En die regisseur die zal jou begeleiden of in ieder geval uitleggen waar gaat dit over. Ja. De regisseur die bij zo'n televisieprogramma zit, daar is het niet de functie van om te zorgen dat jij allemaal trucs en tips en zo uitgedeeld krijgt. Jij moet het doen zelf. Ja. Maar de regisseur die zit erbij om de kwaliteit van het programma te bewaken. Hey, dus we gaan kijken naar... laten we eerst gewoon een stukje even kijken van de beelden. Ja. Dus voordat we ook echt daadwerkelijk gaan beginnen, laat ik wat beelden zien. Ja. Nou, we zien een dame in een club staan, denk ik, in een bar. Ze drinkt wat, ze drinkt nog wat. Ze drinkt nog wat, nu gaat ze dansen. Ja. Ja. En ze raakt in gesprek met iemand. Ja, wat zou daar nou gebeuren? Dat is het stukje wat we gaan doen. Ja. En dit gaat over Chantal, ze is 27. Ze hockey, studeert geneeskunde, heeft 3 katten. Ja. Zo. En zij is, laten we zeggen maar dat zij een soort van verslaving heeft aan Café de Rode Bal. Ja. Daar is ze heel vaak vinden. Ja. En de komende 66 dagen mag ze daar niet heen. Nee, en dat is moeilijk natuurlijk. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. En dat ga jij vertellen. Kijk, bij dit soort televisieprogramma's is het zo dat er ook heel vaak daar moet een soort wat gemene
onze dus toon in zitten. Ja, ironisch toontje in zitten. Want wat gebeurt er nou als je naar dit soort televisieprogramma's kijkt? Dan denk je, ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee. En dus iedereen die naar dit programma kijkt, die heeft hier een oordeel over. Ja. En die vindt iets. Ja. Het mooie is als de voice-over dat oordeel triggert. Oké, nou laten we gewoon gaan proberen. Dan hoor ik zo wel of het goed is of niet. Ik ga gewoon starten. Dus meteen als ik begonnen ben, mag jij eens het eerste zinnetje proberen. Daar komt ie. De eerste deelnemer aan dit sociale experiment is de 27-jarige Chantal. Ze hockeyt, studeert geneeskunde en heeft 3 katten. Oh, ik ben nu al te laat, hè? Nou, je kwam redelijk goed uit. Je moet wel ietsje sneller. Oké. Okay. Hey, dit is wat we nu hebben. De eerste deelnemer aan dit sociale experiment is de 27-jarige Chantal. Ze hockeyt, studeert geneeskunde en heeft 3 katten. Wat ik leuk vind, Bas, is dat je het vrij... het wordt niet vilijn of zo. En dat is mooi, want je wil niet dat het echt heel gemeen wordt als kijker. Hè? Mm-hmm. Die kijker moet er zelf iets van kunnen vinden. Ja. Dat klinkt nog vrij vriendelijk, dus even kijken. De eerste deelnemer aan dit sociale experiment is... Daar geniet ze van de bar en natuurlijk van alle mooie mannen. Ja, maak dat maar een beetje vies. Ja. Dat is leuk. Mooie mannen. Ja, meer. Okay. Voor mannen. 386 uur later. Ik vind het toch lastig. Dan hoor je zo'n toon van dit moet je erin brengen. En hoe doe je dat? Dat is dat acteren natuurlijk. Nou ja, een van de dingen, Bas, is dat je je mimiek moet gebruiken. Mm-hmm. Dus je moet ook, om je boodschap te kleuren. Ja. Dus wat wij in de workshop doen, is heel veel focus leggen op wat laat iemand zien. Mm-hmm. Ook al ben je niet te zien, ook al ben je alleen maar te horen. Ja. Maar wat laat je zien? Dus wat jij moet doen is een beetje vies kijken. Je moet een beetje smerig kijken. Ja. Ja, je moet echt denken van, kijk, heel vies, dat. Dansend en chansend gaat Chantal door het leven, maar zou het haar lukken om de komende 66 dagen de drank, mannen en feesterijen achter zich te laten? Ja, die vind ik leuk. Die is een stuk vieser. Dus dat heb je goed gedaan, Bas. Kom maar even uit, dan gaan we even kijken wat je ervan gebakken hebt. Cool. Goed, hij is af. Goed, we proberen nu al 3, 4, 5 keer te zeggen dat de track af is, maar elke keer moeten we lachen. Ja. Zullen we maar gewoon gaan kijken anders? Ja, dat lijkt me een goed idee. De eerste deelnemer aan dit sociale experiment is de 27-jarige Chantal. Ze hockeyt, studeert geneeskunde en heeft 3 katten. Ieder vrij moment dat ze heeft, is ze te vinden in Café de Rode Bal. Daar geniet ze van de bar en van alle mooie mannen. Dansend en chansend gaat Chantal door het leven, maar zou het haar lukken om de komende 66 dagen de drank, mannen en feesterijen achter zich te laten? Nou, wat denk jij, Bas? Ja, ik hoor wel dingetjes dat ik denk, zou dit niet iets later moeten of iets eerder, maar ik denk op zich. Qua performance vind ik hem echt wel leuk. Het past ook wel. Als dit een B&M-programma of iets dergelijks zou zijn, zou ik het ook meteen geloven. Cool. Want dat moet... vrij naturel, dat moet niet heel erg aangezet als een hele vette traditionele voice-over. Geen temptation. Nee, dat niet. En dit werkt gewoon. Ik vind het leuk. Ja, dus, top. Heel tof. Nee, er is een comment sectie hieronder, dus als je wat kwijt wil hierover, dan kan dat zeker. Dit was de Zo Doe Je Dat voor deze keer. Zoals je waarschijnlijk weet, geven we hier bij Stemacteren workshops aan mensen die geïnteresseerd zijn in het mooiste vak van de wereld en dat graag een keer zouden willen proberen. Maar na zo'n cursus, ja, wat doe je dan eigenlijk? Olivier de Neve, jij bent oud-cursist van Stemacteren. Doe je er nog iets mee of ben je compleet veranderd? Nee, ik ben een ander mens geworden. Nee, dat is echt... Nee, ik heb er heel veel aan gehad. Want je leert tijdens zo'n... cursus, of tijdens meerdere cursussen, ik heb de basisworkshop en de vervolgworkshop gedaan, leer je zo ontzettend veel over het vak, maar ook over jezelf een beetje. Wat past bij je, wat past niet bij je. Dat ik er echt heel veel aan heb gehad en ook nog steeds eigenlijk regelmatig denk, oh ja, dat moest ik doen. Want je bent nog steeds voice-over dus. Ja, ik heb voor Lees heb ik net weer een campagne ingesproken. Ik heb voor Exact Online, boekhoudpakket, ben ik de vaste stem. Ik heb voor de gemeente Amsterdam dingen gedaan, voor Duracell, voor Fox Sports. Ja, van alles eigenlijk. Het is heel breed en daarom ook superleuk. Ja, want het is 4 jaar geleden ongeveer dat jij begon bij stemacteren.nl. Had je ervaring? Hoe kwam jij daar binnen? Nou, het ding was, ik ben eigenlijk
singer-songwriter van huis uit. Dus ik ben gewend om mijn stem te gebruiken om te zingen. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik mensen die zeiden... zou je je stem niet eens ergens anders voor gaan willen gebruiken? Nou, dat kan je als compliment zien. Kan je ook als belediging zien. Het is maar net wat je wil. Maar ik dacht, ja, dat is misschien wel een idee. Want ik praat graag sowieso al. Dat is één. Maar ook het gebruik van mijn stem als spreekstem... daar zag ik ook wel wat in. Maar ja, dat hoort iedereen ongeveer die zich aanmeldt. En dan denk je toch van ja, dan is dat misschien niet genoeg... En dat bleek ook wel, want er zijn heel veel mensen met een mooie stem. Maar je moet er ook wat mee doen. Je hebt dus de basisworkshop gedaan. Je hebt de vervolgworkshop gedaan. En even tussen ons, maar wat vond je ervan? Het hoeft niet politiek correct te zijn, maar gewoon eerlijk. Ik vond het even tussen ons verschrikkelijk. Nee, ik vond het echt, echt superleuk. Ik merkte wel dat ik sommige dingen leuker vond dan andere. Dus je wordt in zo'n workshop helemaal meegenomen door alle aspecten waar je je stem voor kan gebruiken. Dus voor bedrijfsfilms, voor commercials, voor e-learnings, voor cartoons ook. En cartoons merkte ik, dat is niet echt wat voor mij. Ik kan niet zo goed stemmetjes opzetten. Ik heb ongeveer een arsenaal van een hoog stemmetje en een laag stemmetje. En dat is ongeveer alles wat ik kan. Niet heel overtuigend. Dus ik kan het maar beter gewoon bij mijn eigen stem laten. Dus daar had ik wat moeite mee met die cartoon workshop. Maar verder had ik eigenlijk alle aspecten dat ik wel dacht van daar kan ik wel wat mee. En dat maakt ook dat je enthousiaster wordt. Want als je denkt, daar zit misschien wat, daar kan ik misschien beter in worden. Dan word ik altijd wat enthousiaster ervan. Op een gegeven moment waren die workshops klaar. En we zeggen altijd natuurlijk ook bij Stemacteren van we hebben geen garantie dat je voice-over kan worden. We proberen je zo goed mogelijk te helpen. Maar dan zijn de lessen klaar en dan moet je het zelf gaan doen. Hoe was dat voor jou? Oh, het was... voor mij in principe wel een makkelijke overgang, omdat ik de mazzel had dat vanuit Stemacteren ook een bureau, namelijk 14 Voices, werd opgericht net op dat moment. En ik bij de eerste lading 14 stemmen dus zat. En daardoor had ik meteen een soort hit the ground running idee, dat ik meteen kon beginnen met een aantal opdrachten. En dat waren er nog niet zo heel veel, maar je kon daardoor wel al oefenen met hoe werkt het als een klant daadwerkelijk jou gaat boeken, in plaats van dat je in een studio een demo aan het opnemen bent. En sommige klanten die sturen het dan terug. Die zeggen dan, nou, dit was niet wat ik wilde. Doe het nog maar een keer. Nou, dat is een harde les dan. Want dan denk je, oh, oké. Het is dus niet altijd goed, wat ik goed vind. En soms heb je ook, en dat is wel helemaal cool, dat een klant zelf in de studio zit om of via Skype bijvoorbeeld, checkt hoe jij het doet. En dan live commentaar geeft. En dat is ook altijd wel een uitdaging. Want dan blijkt in één keer dat... er altijd hele lange discussies, heel vaak hele lange discussies zijn over of iets nou wel of niet naar hun zin is. Maar hoe kom je aan beginnende stem dan aan je klanten? Want die komen niet zomaar voorbij, neem ik aan. Nee, het is hard werken. Zeker in het begin, dan heb je in principe nog nul klanten. Maar wat mij in het begin heel erg hielp, is gewoon je eigen netwerk inzetten. En daar bedoel ik mee, je kent natuurlijk, iedereen kent mensen. Je hebt een oom, je hebt een vriend, je hebt een buurman. Of een buurvrouw. En die kunnen jou misschien wel helpen met je eerste opdrachten. Als je maar bekend maakt dat je voice-over bent. En dat begint natuurlijk bij dat je ook iets hebt. Dus een demo, nou die krijg je al mee vanuit de workshop. Dus dat is al één. Als je een goede demo hebt, scheelt. Een eigen website. Goed nagedacht hebben over wie jij bent als stem. En wat je wil gaan bereiken daarmee. Dat lijkt me ook handig. En dan vervolgens dat bekendmaken aan die mensen. En als je daar al mee begint, bij mij is het in ieder geval zo gegaan dat ik al meteen vanuit mijn eigen omgeving al de eerste paar opdrachten kreeg. En nog steeds gebeurt het wel eens. Collega's van mijn moeder bijvoorbeeld, die dan zeggen, jouw zoon doet toch voice-over werk? Nou, we hebben toevallig een klusje. Nou, en dan heb je in één keer weer een opdracht via een hele onverwachte hoek. Wat zou jouw gouden tip zijn? De beste die ik kan geven is, denk goed na voordat je de markt ingaat. Voordat je dus je website opzet en mensen gaat vertellen dat je voice-over bent. Wie je nou eigenlijk bent als voice-over. Dus profileer je. Denk na over welke producties pas ik goed bij als stem, welke minder. Hoe kan je je stem omschrijven? En dat helpt klanten ook meteen en ook jezelf om de markt in te komen. En ik denk als je dat doet, dan sta je al 10-0 voor op sommige andere stemmen. Tijdens Barniers Breakdown beoordeel ik de inzendingen die zijn ingestuurd voor de grote thuisopdracht. De grote thuisopdracht is alweer van een tijdje geleden. Die vond plaats tijdens de grote lockdown.
En wij vroegen jullie om het sounddesign te verzorgen voor de Tasmaanse duivelfilm die we destijds hebben laten zien. En we hebben heel veel inzendingen ontvangen. Ik ga de drie leukste en beste voor jullie bekijken en ook daar wat feedback op geven. We gaan kijken naar de eerste inzending van Lisanne Bronkhorst. Ik kan me niet meer heugen wanneer ik voor het laatst gegeten heb, hoor. Oh, ik hak iets. Wat is dat toch? Het voelt alsof ik jarig ben. Oh, dat is echt lekker. Oh, lekker vlees in mijn keeltje. Waar zou dit toch vandaan komen? Ik wil eigenlijk wel nog meer. Excuse me. Wat vreselijk dat ik daar ook gewoon op moet lachen, zeg maar, om zo'n scheten grap. Nee, dit is natuurlijk hartstikke leuk gedaan. Qua sounddesign zit er niet zo heel veel in, hè, behalve dan de scheet en het gesmak. Ik vind het erg leuk gedaan. Leuke stemmetjes en karaktertjes. Tot best knap, want het is echt wel een vak dat sounddesignen. Dus ik vraag me heel erg af of Lisanne dit in één keer heeft gedaan, of dat allemaal als losse stukjes heeft ingesproken. Goed gedaan, Lisanne. Heel erg tof. We gaan kijken naar de tweede inzending. En die is van een oude bekende, Arvid Buit. Die gaat helemaal los op de grote thuisopdracht die wij eerder ook hebben gestuurd. Dat heeft hij eerder al gedaan. Maar hij heeft nu weer een vrij briljante inzending waar we eventjes naar gaan kijken. Ja, hallo. Ja, ben ik in beeld? Hallo, ik ben Trudy. Ik wil iets vertellen over ons imago als de Spaanse duivel. Want het is echt... Oh. Schoft u dat? Want de kangoeroes hebben ons geprobeerd af te schilderen als monsters. Maar Hubert en ik, oh lekker frietje, wij wonen gewoon zalig hier op de Eemhof. De geur zeg, van Trudy, chloor. Ga je mee van de glijbaan? Oh, ik kom vast. Hey. Is goed, lieverd. Kom maar aan. Nou, sorry mensen. Ik moet weer gaan naar vandaag. Ja, ik vind dit heel erg tof en leuk qua stemmen. En het is ook heel leuk qua sounddesign. We zijn kennelijk op de Eemhof, ergens in het kinderzwembad-achtig iets. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Het is leuk qua sounddesign. Het wordt ook meteen instant grappig. Dat is best knap, want het is heel saai beeld eigenlijk. Er gebeurt bijna niks in beeld. En zo zie je dus dat je met een geluidsontwerp een hele dimensie kan toevoegen aan het beeld. Heel tof gedaan. Dus dikke complimenten voor Arvid met zijn meest recente inzending. Heel gaaf. En tenslotte gaan we kijken naar wat een echte professionele sounddesigner hiermee zou doen. Je moet je voorstellen dat als dit soort materiaal geschoten wordt, dat het echte geluid zelden uiteindelijk in de film komt. En dat er een sounddesigner is die dat geluid ontwerpt, die er allemaal in laagjes brengt en daar iets heel tofs van maakt. Nou, dat heeft Peter Oskam ook gedaan. Peter Oskam is een hele bekende sounddesigner en geluidstechnicus. En die heeft er echt iets prachtigs van gemaakt. Laten we daar eens naar kijken. Je zou bijna denken dat het gewoon echt is. Maar dat is het natuurlijk ook. Meet the Tasmanian Devil. Ja, dit is echt fantastisch. Als je kan, dan zou ik dit fragment eens met koptelefoon beluisteren. Want dan merk je hoeveel er gebeurt. Voor iemand die dit zo eventjes beluistert, denk je van... daar loopt een Tasmaanse duivel ergens in het bos. Maar het sounddesign, dat omgeeft je bijna helemaal. Het is een soort van deken die je om je heen slaat. Er zijn zoveel laagjes hier. Als ik hem zo een eerste keer bekijk, dan hoor ik al allerlei verschillende laagjes in het sounddesign. Van een vliegje, tot een beestje, tot een voice-over, een muziekje. Het gesmak van die Tasmaanse duivel. Ik kan niet goed inschatten hoeveel lagen dit zijn, maar ik verwacht zomaar dat er 12, misschien wel 20 sporen zijn met allerlei lage geluidjes. Van een vliegje dat beweegt en geloop op dat hout, dat geritsel. Ja, dat is dus hoe je een sounddesign maakt. En het mooie is, je denkt dat het
echt is daardoor. Doordat het uit zoveel laagjes bestaat, krijg je het gevoel dat je erbij bent. En dat is natuurlijk wat een documentairemaker wil veroorzaken. Het gevoel geven van je staat daar, je bent daar in die omgeving. Heel, heel erg gaaf gedaan. Dus nou ja, zo zie je maar dat je van de meest saaie beelden iets heel interessants kan maken. De grote thuisopdracht van deze week is: maak een voice-over van een fictief reality-programma. Dit kan een programma zijn over je leven of een parodie op een echt programma. Het is dag 1 op Temptation Island. Vanaf nu is de verleiding overal. Letterlijk. Dit is Bastiaan. Hij begint als eerste aan het avontuur. Na anderhalf uur diëten weet hij heel goed wat hij op het spel zet. Ik heb me opgegeven voor Temptation Island om te laten zien dat ik het kan. En als het mis zou gaan, beter dat het nu misgaat dan over 10 jaar. Laat je creativiteit de vrije loop, neem het op en stuur het per WeTransfer naar bastiaan@stemacteren.nl. En de leukste inzendingen zie je volgende keer terug in Barnier's Breakdown. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Revue de Voix. We hopen dat je het een leuke uitzending vond. En als je geïnteresseerd bent geworden in het stemmenvak, kijk dan ook even op stemacteren.nl voor al onze workshops. Mocht je het een leuke video vinden, geef hem even een duimpje en abonneer. Dan mis je de volgende aflevering zeker niet. Maar we kunnen niet helemaal afsluiten zonder een kleine compilatie van alles wat net niet goed ging. Wat was de tekst ook alweer? Beest. Mijn naam is Bastiaan Meijer van Stemacteren. Spreken van tv-programma's. Maar ik ga het onder. Er loopt een postbezorger achter ons. Doen van Revue. Wacht, de postbezorger weer langs. Reality-programma. Het kan een. Dingen als natuurdocumentaires, je hebt commentaar, tekst. Sorry, ik begin nu hoor. Voel jij een lach op mij? Ja, die moet daar echt bij passen. De stem die... Ja, en vandaag gaan we dus bij... Het is, Ik heb mijn goocheltrucs uitge... ik ga het nog een keer doen. Hou eens op je kut vragen, man. 3-4 minuutjes later, je was de plopkap aan het goed doen. Yo, komt-ie. Goed, 3-4 minuten later, jij hebt je... 3-4 minuten later, jij hebt je magie allemaal toegepast. Wat heb je nog allemaal gedaan? Zeg, godverdomme, al 10 minuten later, man. Het gemixt is dat het wat voller en wat lekkerder klinkt. Nee? Pak nog eens een keer. Goed, hij is af. Gelukkig vonden we het zelf leuk. Aan het eind.